President Chandrika Prasad Santokhi besprak gisteren samen met de coalitietop de beslissing van het constitutioneel hof over de verhoging van de waarborgsom voor deelname aan de verkiezingen. De vergadering kwam tot de conclusie dat de regering en de Nationale Assemblée in goed overleg zullen werken aan een wetswijziging. De regering zet zich in om de organisatie van de algemene, vrije en geheime verkiezingen volgens de geplande kalender te laten plaatsvinden. De polykliniek in Wanghati is gisteren heropend na renovatie met steun van de lokale gemeenschap en de regionale gezondheidsdienst. De slechte staat van de toegangsweg zal worden aangepakt. Minister Umar Ramadien en minister Riyad Noor Mohammed bezochten de plek en minister Pralaat Seudin schonk landbouwmaterialen om de lokale productie te ondersteunen. Later deze maand opent ook het gezondheidscentrum Wonoridjo in Mungo. Het stads- en pleintjesverfraaiingsproject is afgelopen vrijdag gestart op het Koffiejompoplein in Lelydorp met de beplanting van Fayalobi-plantjes. Dit project moet landelijk worden uitgevoerd en is een samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken.